Nog geen 60 km per uur rijdt de auto voor ons, terwijl de borden toch tamelijk duidelijk aangeven dat je hier 80 mag. Dat, in combinatie met de koers van de auto, wekt argwaan. Heb je dronken hebben? Ja. Dan heb je stroppen eigenlijk. Ja, daar boven hebben we meer licht, hè. Ik wil er wel eens zien. Kijk, je zit... Ja, hij rijdt ook heel... is nooit weg. Ja, is niet... Kijk, zie je hoe die gaat? Ga je even ontzetten of... Of de nachtblind. Ik ga hem even langs en dan geven we het volgteken. Ja. Omdat alcohol ook zijn gevolgen heeft voor het zien in het donker, gaan we eens kijken of de bestuurster misschien een paar glazen te veel op heeft en daarom zo langzaam reed. Heeft hij iets gedronken bijvoorbeeld? Nee. Nee, helemaal niks. Ja, wat ons, één glaasje wijn wat ons namelijk opviel, dat was de snelheid. Die was vrij gering. En dat hij zowel naar links als naar rechts met de auto ging. Dus niet fijn recht. Heeft hij iets gerookt van wiet of iets anders? Wiet gerookt. Nou, we nemen eerst eens even een blaastestje, ja? Goed blazen. Diep ademhalen en rustig blazen. De blaastest komt de bestuurster zonder kleerscheuren door. Dat is in ieder geval van orde. Heeft hij al eens moeilijkheden voor zo in het donker te rijden? Nee. Nee? Nee. Maar ja, dit ding is kapot en dan had ik gekeken zo met aanzien. Ah, voor hoe hard dat hij reed. Ja. Het blijkt dat de dashboardverlichting kapot is en dat de bestuurster daardoor niet kon zien hoe hard ze reed en daarom maar het zekere voor het onzekere nam.